Als het leven je citroenen geeft, dan maak je er granaten van. Hallo mensen van een gamekanaal. Ik ben Remco van RVL Productions. En vandaag wil ik weer een nieuwe mod spotlight met jullie doornemen. Dit keer is het de Lemon mod. En ja, zoals ik het in het begin al liet zien, je hebt granaten in deze mod. Ik zal het gewoon even erbij pakken. Laten we eerst gewoon met loadout 1 beginnen. Oké. We zijn nu in de Lemon Biome. Het is een hele nieuwe biome in deze mod. En zoals je ziet heb je er hele mooie lemons. Of lemon trees. Ja, die heb je er. En wat kun je nou met die lemon trees doen? Nou, als je er tegenaan staat, zoals je ziet, krijg je gewoon een lemon. En het werkt een beetje hetzelfde als apples of saplings. Je hebt zoveel kans op een citroentje. En ja, wat kun je nou met die citroen? Nou, die kun je eten. Ze geven... Even kijken hoor. Wauw. Oh. Ze volgen 1,5 honger... kippenboutje per limoentje of een citroentje. Wauw, limoentje. Ik kon lemon, ja. Oké. Dus daar zijn lemons goed voor. Wat kun je nou nog meer met lemons? Je kunt er lemon stone, die gaan we daar halen. Je kunt er explosive lemon van maken. Hoe doe je dat nou? Dat is dus gewoon heel makkelijk met gunpowder erom. Super vet. Gaan we daar ook allemaal zien. Maar hier heb ik de mine en ik heb dit gevonden. En ja, dit is lemon stone ore. Even kijken. Dat moet ik het natuurlijk wel goed zeggen. Lemon stone is het inderdaad. Of lemon ore. En je krijgt er... Dit gaat heel moeilijk. Oh, dit duurt lang. Oh, dit duurt echt lang. Ah, schiet op. Ik krijg er niks van. Wie zit er dan een diamond pickaxe? Dat staat er niet. Die staat niet op de form. Aha, dus je moet... Lemon ore moet je dus met diamond pickaxe kapot maken. Dan gaat het ook een stuk sneller zo te zien. Zoals je ziet... Oké, nou hebben we onze lemonstone. En wat kunnen we daar met die lemonstone nou eigenlijk doen? Met die lemonstone kun jij hele leuke dingen doen. Jij kunt er een tools van maken. Hoe maak je dat? Als je zwaard is, dus gewoon lemonstone. Het zijn zo precies dezelfde crafting recipes als gewone. Alleen al met de oors van de lemon oor. Je kunt er ook een lemon bow van maken. En dat is dus met lemons. En lemon... Lemon arrows. Kun je ermee maken. En dat is dus een explosive lemon met arrows. Laten we daar gewoon eventjes naar kijken. Ik zal het gelijk even dag maken. Oké, hier hebben we het zwaard. De pickaxe. De lemon axe. De shovel. Als je ziet gaat het best snel. De hoe. En we hebben de lemon bow. En de lemon bow vuurt explosieve pijlen af. Zoals je ziet. Boep. Oh yeah. Bullseye. Zou die boom kunnen raken? Nee. Oh. Scherpschutter Remco. Hoppa. De boom is kapot. Hier heb je die granaten. Zoals ik liet zien. Oh. Ik zal eventjes in creative gaan. Ik hoop niet dat ik de regen aan heb. Boom, boom, boom. En zoals je ziet is er en een explosie en er komt vuur. Dus het is dubbele damage. En de blokjes blijven. Zo te zien. Zou dat overal zijn? Ook als ik het in de mei gooi. Ik moet zeggen dat de forum page is niet heel duidelijk over stads ofzo. Nee, zo te zien niet. Bah, maakt het niet uit.
Dat zijn dus de dingen. We hebben hier ook nog de Lemon Cow en we hebben de Lemon Eater. En de Lemon Eater is een hostile mob. Hij doet 2,5 hartje damage. En zo ziet hij eruit. What the fuck, heel lelijk ding is dit, zeg. Hij heeft geen armen. Hij heeft een of andere blije grijs op zijn hoofd. Het is een soort van mislukte limonade T-Rex. En hij is dus... hij is dus hostile. Dus kijk, nu komt hij op me af. En oké, oh. Oh nee, kijk, 2,5 had je damage. Ik zal maar eens even... hij dropt op het moment nog helemaal niks. Oké, ik moet snel zijn. Oh. Oh. Ik ben gelukkig al sneller in het water. Oké. Oké. Dat is weer een creële vraag. En dan kunnen we gelijk zien wat de lemon doet. Ik heb hier de lemon. En... Oh, wacht. Ik heb natuurlijk geen eten nu. Maar dat maakt niet uit. Ik heb hier ook een koe. De lemon cow. En... Zoals je ziet is het gewoon de koe alleen al met een geel kleurtje. Oké, hou je allemaal hier je mond nu. Mond, shh. En je kunt ze melken. Alleen eet het niet echt melken. Het heet meer lemonade. Lemon noodle woodle. Want wat krijg je ervan? Je krijgt er limonade van. Lekkere limonade. Oh, je kunt er alleen nog niks mee. Het is echt een work in progress mod. Maar het heeft wel hele goede potenties voor een hele leuke mod. Ze moeten alleen nog de textures en zo wat aanpassen. Wat ze eigenlijk op de punten brengt voor... op het punt brengt voor de cijfers. Ik ga even naar een rustig plekje, want deze koeien die zijn wel heel erg luidruchtig. Zo. Ik ga hierop staan. Ik heb een Cookie Monster skin. Helemaal niks mis mee. Of een Cookie Monster Mario skin. Dat komt nog allemaal. Abonneer op mij en dan zul je het vanzelf zien. Hele slechte promotie. Nee. Mensen, laten we naar de punt gaan. Dit is een leuke mod. Het is zeker nog een mod die nog zeker niet af is. Het heeft wel hele goede potenties. Want ik vind ja gewoon sowieso een hele nieuwe biome. En al die soort dingen. Is gewoon leuk. Ze moeten alleen heel veel meer veranderen. Ze moeten zorgen dat die koeien wat meer dingen hebben. Ze moeten zorgen dat die dat het monster de lemonator. Dat die gewoon wat meer ja, kan. Voor de limonade. Ze moeten alles nog gewoon veel beter uitwerken. Maar het is wel een supergoed initiatief voor ze aan het nemen zijn. En daarvoor geef ik deze mod gewoon een... Ja, ik kan... Hij is zo lang is hij af. Dus ik geef hem een 6,5. Ik zal hem zeker later nog een keer bekijken. En ik weet zeker dat dit een hele leuke mod gaat worden als ze ermee doorgaan. Dus mensen, ga deze mod gewoon downloaden. Installeer hem. En speel er eventjes mee. En ja, laat even wat liefs naar de modmaker achter. Link van de mod staat in de beschrijving. Ik zou zeggen, laat een goed duimpje achter. Doe iets leuks in de comments. Voeg op twee favorieten. Abonneer op mijn gamekanaal. En abonneer natuurlijk op mij. RVL Productions. En dan zie ik jullie volgende week weer. Mensen, houdoe.